Hallo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een supernieuw vlog van mij van Miranda Bauma. Hoe gaat het met jullie? Bij mij gaat het supergoed. Ik heb een leuke week gehad, een rustige week. Woensdag was ik lekker vrij van mijn werk. Maar daar vlog ik niet om. Ik wil even iets vertellen. Deze maandag dan ga ik naar Paralympisch op mijn show. Komt in de lawaai. En jullie weten wel dat mijn toneelstuk heb ik gehad. Was een beetje een 7. Jullie kennen mijn rap ook, maar wij zijn anders en uniek. Nou, toen heeft een begeleiding van mijn werk van Talant heeft naar dus gemaild naar Paralleel. En heeft ons dus opgegeven voor Wie Steelt Mijn Show. Dus wie weet kom ik dan ook nog op tv. Hoe het gaat bij Wie Steelt Mijn Show is, wij zitten ze gewoon in het publiek, zeg maar. Dus nou, Paralleel die noemt, die leest een mailtje op. Van nou, jullie hebben gemaild en bla bla bla. En nou ja, en het kan zijn dat ik op tv kom met mijn optreden. Met de andere mensen die ook meededen aan het lied. En de rap natuurlijk, dus het zou super tof zijn. Het komt niet meteen op tv. Ik weet wel dat elke zaterdag om 9:30... Oh, ik ben een beetje verkouden. Om 9:30 komt het altijd op tv, elke zaterdag. Dus houd het in de gaten, wie weet. Rap ik wel in die show, in de lawaai. Het zal vet cool zijn, ik kom ook nog op tv. Ik ben ook blij genoeg dat ik al allemaal fans heb. En ook bij het zwetsen, bedankt voor jullie. En de foto's, mag altijd... Je mag altijd naar me toe komen en nou, jullie weten dat ik graag een meet and greet wil. Ont Carion, een meeting. Dat, ik heb het al eerder in mijn vlog gezegd, zet het dan in de reacties. Want weet ik hoeveel de mensen een meeting willen. En dan kan ik op een woensdagmiddag een vlog maken met mijn fans, een handtekening en foto's willen. Of wie weet, komen jullie ook in mijn volgende vlog Ont Carion met al mijn fans erbij. Dus alsjeblieft, zet het gewoon in de reacties. Dan weet ik precies wat jullie willen en dan kan ik ook een datum plannen. Dat wil ik even zeggen. Nou, zoals je ziet heb ik nu een uilenkamer. Nee, daar heb ik een DJ set. Wacht even. Ja, het zie je niet zo duidelijk op de koelkast. En ik heb nu ook een laptop. Kijken, moet ik even draaien. Daar staat de laptop. Ik heb DJ natuurlijk, weten jullie wel, DJ MB. En jullie moeten gewoon de dab blijven doen hoor. Ook al is het 2017, de dab blijft er gewoon in, toch? Ja, een beetje dom als het niet meer mag. Iedereen zegt als ik de dab doe, ja, dat mag niet meer. Ik zeg, dat mag niet meer. Heeft iemand verboden? Nee, de regering heeft toch niet gezegd, de dab mag niet meer. Gewoon flauwekul. Als je dat doet, doe je gewoon lekker de dab. Ik ken hem ook gewoon. Maar ben nu, ik ben blijf aan het kijken. We zien Joefat in een raar pak. Joefat Westendorp. Ik ben ook gezien helemaal gek op hem, want hij is zo lief. Ik ben geen fan, ik ben ook helemaal geen fan meer van K3, is helemaal weg. Ik ben geen fan meer, ik ben te oud ervoor. Ik heb nu gewoon een uilenkamer en een discolamp en DJ'en hou ik van. Dus, nou. Op mijn deur heb ik een ui. Klok is een uil. Nou, op mijn muur hangen uilen. Dus het is wel leuk. Jullie denken, Miranda vlog niet elke dag. Dat komt omdat, kijk, ik vlog sowieso wel elke week. Maar het heeft ook mee te maken, het duurt zo lang dat het op YouTube staat. Want ik vlog natuurlijk met mijn telefoon, dat heel goed gaat. Maar het duurt heel lang als het op YouTube staat. Maar ik blijf gewoon vloggen, voor altijd. En dat vind ik ook gewoon vet leuk. Dat is ook mijn hobby, dus vloggen is wel mijn droom. Ik hoop dat ik meer abonnees krijg, dat zal leuk zijn. Ik ga vanavond weer naar Zwetser. Elke zaterdag ben ik bij Zwetser, dus weten jullie dat ook. Ik heb een bril, dat wisten jullie denk ik nog niet, maar dat heb ik heel lang. Maar ik heb het niet altijd op, maar mijn ogen zijn niet zo goed. Ja, ik zie wel heel goed, maar van veraf zie ik wat wazig, dus... Mijn bril ben ik ook mooi, toch? Ik ben niet lelijk. Ik ben ook een schattige meid. Kijk, zonder bril ben ik ook heel mooi, zie ik. Zie? Ik heb wel een schattig kopje, toch? Ja, tuurlijk. Maar grapje hoor, dat gaat er niet op, maar... Hebben jullie nog deze week wat leuks gedaan? Zet het in de reacties. En als jullie zelf willen vloggen, zet het eronder. Dan kan ik jullie tips geven. Nou ja, zoals ik al zei, acceptatie is heel belangrijk in vloggen. Dus ik val op meisjes, dat weten jullie ook. Ik ben blij dat het geaccepteerd wordt. Ja, want je hebt ook heel veel nare reacties. Want je kiest niet voor je liefde. Dus je hoeft je ook niet voor te gaan, ook al ben je lesbi, homo, biseksueel, ben je transgender. Maakt allemaal niks uit, ik accepteer alles, want ik ben zelf ook lesbi, een potje. Op ieder potje pas een dekseltje, dus dat komt nog wel. Ik hoop ook dat ik een verdien krijg. Zou ik echt leuk vinden, zou ik ook een mooie toekomst krijg.
Ik woon nu op een groep, maar ik hoop in de toekomst dat ik ooit samen met de vriendin woont en ga trouwen en een mooi kindje. Er zijn genoeg, nou ja, een draagmoeder heb je ook. Met mijn, kan mijn vriendin aan doen, hoop ik ooit in de toekomst. Nou, mijn broertje Glenn, die vlogt ook. Die heet Glenn Bouwrik. Ik zou wel graag dat jullie hem abonneren en liken. Doe dat alsjeblieft, want ik zou het heel leuk vinden. Zijn grote droom is ook om echt om Enzo Knol te ontmoeten. Dat hoop ik ook van hem, dat het gaat lukken. Want hij is zo lief. Hij lijkt heel veel op mij. Glenn, die hebben jullie gezien in mijn vlog. Dus dat is wel leuk. Nou, ik weet niet of ik moet zeggen. Oei, pauze. Grapje hoor. Doe ik niet om de gek aan te steken hoor. Mijn ouwe hoer doe ik op de groep met mijn groepsgenoten. Heel leuk, we doen ook pranks met z'n allen. Nou, die prank laatst van buiten met het vuurwerk en ook op de auto, was wel spannend. Maar er komen wel meer pranks aan. Ik ga binnenkort, kijk, ik heb hier een afstandsbediening. Smart TV. Dus ik wil binnenkort met mijn vrienden hier willen langs ramen, dan wil ik de tv zetten of zappen. Misschien een beetje kinderachtig, maar ja, daar is een prank voor toch? Is toch leuk om te ouwehoeren? Ik ben wel 22, maar ja, je moet genieten van het leven. Vroeger kon ik heb veel meegemaakt door mijn verleden waar ik geen kind kon door zijn. Dus moet ik het nu nog lekker van genieten. Ik ben jong, geniet van je leven, maak elke dag wat van. Ga nooit met ruzie weg, want ja, je weet nooit wat kan gebeuren. Voor zelf gaat Beren niet meer. Dan ben je met ruzie weggegaan, dat is niet leuk. Voor diegene niet, voor de nabestaanden niet. Niet dat je doodgaat of zo, maar ik heb zelf geleerd. Als je ruzie hebt, los het altijd op. Ga nooit zonder ruzie de deur uit. Altijd weer goed maken en praten helpt. Kijk, ik heb zelf mijn eigen ervaring. Ik heb vaak ruzie gehad, wat ik ook niet leuk vind. Maak ik het ook altijd goed. Mijn depressie gaat goed. Gelukkig. Mijn medicijnen helpen heel goed. Dus met mij gaat het heel goed, vind ik. Alleen waar ik wel jammer vind, dat deze week of in mei gaat een favoriete begeleiding van mij hier weg. Voor een half jaar. Want ja, ze heeft maar 3 contracten. Ik ben heel jammer. Maar ze denkt wel dat ze na het half jaar terugkomt. Maar ze weet het nog niet. Maar dat hoop ik wel. Dat is echt een wens van mij. Ja, ik wil haar gewoon niet missen. Ik heb hier heel veel lievelingsleidings. Nou ja, ik hoop dat het goed komt. Nou mensen, dit was mijn vlog. Like en abonneer. Fijne dag. En wie weet, tot zwetser. En zet de reaction voor het carillon voor de meet and greet. Abonneer en like. Duimpje omhoog. Zou super tof zijn. En ik wens jullie een hele fijne week. En hou Power Lil, wie stilt mijn show op zaterdag 18 in de gaten. Hey, doei mensen. Kus Miranda en een dikke vette peace. Jee. Doei.